Hallo dames en heren en welkom terug bij deze nieuwe aflevering van F1 2010 The Career Mode. We gaan naar verder in Spanje, ronde nummer 5 en aflevering 5. Als je aflevering 4 in China gemist hebt, zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze gaat zien. Dat kan rechtsboven dit i'tje, klik erop en die ziet de aflevering verschijnen. En ben je hier nu op mijn kanaal en wil je meer wekelijkse afleveringen van F1 2010 The Career Mode zien? Ram dan genoeg dat abonneerknop en schakel ook een lekker belletje op alles aan, zodat je geen enkele video meer van mij mist. Ja, aflevering 5 alweer. Het gaat hard. We zitten al op een vierde van het kampioenschap. En dan gaan we gewoon beginnen met de kwalificatie voor de grote van Spanje. En daarna de race. We staan op dit moment nog eerste in de constructeurs en de driver standings. Ik hoop dat we dat kunnen verlengen. Maar je weet het maar nooit. We gaan eerst door met Spanje voor de kwalificatie. We zijn inmiddels aangekomen bij de kwalificatie voor de grote van Spanje. We zetten op dit moment een flying lap neer. En ik push als een gek. Want deze auto kan je heel hard pushen. Deze kan ook flat out nemen. Wat nu ook in F1 2020 kan. Maar in F1 2019 was dat dus niet het geval. Oh ja. Te wijd. En dan hebben we een spin helaas. Het is dus geel. En... daar is mijn teamgenoot, Di Grassi volgens mij, of Glock, het is Di Grassi. Ik heb dus schijnbaar Glock vervangen. En dit is nu even afstand houden van Lucas Di Grassi. Geen Luc, oh shit, we hebben Button geraakt. Oh, sorry Jensen. Button start dus helemaal achteraan. Mijn fout. Dat was dus niet de bedoeling. Maar we gaan dus nu hopelijk onze... eerste echte getimede ronde laten noteren. Terwijl Lucas Di Grassi is gespind. Wat een feest. Twee spins en één crashes hier in de kwalificatie. Nu dus. En we zetten een 1.44.9 neer. Maar die tijd moet nog worden verbeterd. En hopelijk gaan we dat ook snel doen. Ronde nummer 2 van de kwalificatie dus. En Hamilton zet een 1.25.0 neer. Button er dus niet aan te pas gekomen. Hij zette een 1.27.3 neer. Op P9 dus. Op dit moment 2,4 seconden langzamer dan Robert Kubica. Weer een ronde eruit. Want we zijn naar P20 verwezen. Ronde nummer 3 inmiddels van de kwalificatie. En hopelijk laat ik het hierbij. Maar je weet het maar nooit. Want er kan hier van alles gaan gebeuren. Ook in de wedstrijd, maar ook in de kwalificatie. Rood in sector 1, 14e langzamer helaas. Bijna een spin. Ik wou net zeggen, oeh, een spin, maar dat is dus niet het geval. En dit is zo meteen overstart finish. En dan kijken wat die tijd dan gaat opleveren. De kwalificatie zit er alweer bijna op. We zijn naar P5 en ik laat Lewis Hamilton niet voorbij. Hij moet maar even geduld hebben, vind ik. En dit is zo meteen kijken wat de ronde nummer 6 opbrengt. Want daar zitten we dus in de kwalificatieronde nummer 6. En hopelijk kunnen we wat naar voren toeschuiven. Maar ik weet het zo niet, want we zijn maar 14e langzamer helaas. En dat is niet de bedoeling. Daar zit ik ook niet op te wachten. We hebben Di Grassi wel voor ons. Dus dat moet hopelijk geen probleem leveren aan ons. Helaas niet gered. De resultaat van de kwalificatie. We hebben op pole Hamilton 2 en Vettel 3. En onszelf naar P6 op 18e helaas. Jammer. En dit gaat nog een zware wedstrijd worden. Dat kan ik jullie alvast garanderen. Ja, laten we dan goed doorgaan met de wedstrijd hier in Spanje. Daar zijn we dan dus, de race. We starten vanaf P6 op de softbanden. En dan gaan we gewoon kijken wat het gaat worden... in deze grote prijs. Hopelijk kunnen we misschien een podium pakken. Maar je weet het maar nooit in de Formule 1. Er kan hier van alles gaan gebeuren. Mensen die crashen, mensen die spinnen. Ik ben er klaar voor. Ik hoop jullie ook. We gaan beginnen met de wedstrijd in Spanje. Webber op pole. Daarna staat Lewis Hamilton. Onszelf dus op P6. En Di Grassi op P19.
We staan dus op de grid. De lampen zijn dus aan voor de grote prijs van Spanje voor Carrera aflevering 5. We starten vanaf P6. Voor ons Felipe Massa en achter ons Robert Kubica. En we komen goed weg op dit moment. Maar ik denk dat Kubica beter weg is. Ja hoor, Kubica is beter weg. Iedereen is al beter weg. Dus we hebben een hele dramatische start gehad. Kijken we aan de binnenkant van Vitaly Petrov en Robert Kubica. Petrov hebben we in ieder geval te pakken, maar Robert Kubica niet. En dan is zometeen de vraag of wij Robert al snel kunnen passeren. Schumacher is naar P8 gegaan, zie ik. Die heeft Vitaly Petrov te grazen genomen bij de start. En de beide Ferraris gaan er al heel snel vandoor. Ook Robert Kubica gaat er heel snel vandoor. Dus dit wordt een moeilijke wedstrijd. Schumacher zit op mijn staart. En dan is het zometeen de vraag of wij Kubica al kunnen passeren. Oh, er gaan al een paar onderdelen, zie ik. Het is gele vlag, we halen Kubica in. Maar we schieten hier te wijd door. Op het grind. Wow, net niet Robert Kubica geraakt. Maar wel in een spin. Eén positie verloren, maar dat scheelde helemaal niks. En Adrian Sutil is naar P8 gegaan. Waar is Michael Schumacher? Waar is Schumacher? Dat weet ik zo niet. Ronde nummer 4 inmiddels. En Sutil zit te kijken in mijn slipstream, maar kan er niet voorbij gelukkig. En dan is het gewoon hopelijk weer wegrijden van Adrian Sutil in zijn Force India. Want dat zou wel mooi zijn. Maar Sutil kijkt er wel aan de binnenkant, maar dat is niet mislukt. Want wij sneden hem daar af, wij raakten elkaar ook volgens mij rood in sector 1. 2/10 langzamer. Het gat is 16e met Robert Kubica. Tenminste, zeg ik dat goed? Nee. Wij zijn 16e langzamer dan Robert Kubica. Dat is niet het gat. Dat is mijn rondetijd in sector 1. Maar ik heb het wel moeilijk. Dat weet ik wel. Hopelijk kunnen we deze positie vast zien te houden. P6 zou uitstekend zijn voor mijzelf en ook voor het team van Marussia Racing. 2/10 langzamer. We noteren een 47,5. Gewoon 1,9 langzamer dan Robert Kubica. Och. Dus we krijgen een hele lastige wedstrijd. Dat weet ik wel. Ronde nummer 10 inmiddels. Kubica is naar binnen gedoken. Massa nu naar P5. Wij zijn dus naar P6. En achter ons Vitaly Petrov. Geen Adrian Sutil. Nu is het Vitaly Petrov die achter ons rijdt. Ik weet niet of hij al naar binnen is gegaan. Maar hij zit er wel heel dicht op. Nog 16 ronden te gaan. Bijna zijn we de auto kwijt. Maar gelukkig hielden wij stand van de grindbak. Het team adviseert dus om naar binnen te duiken. Want alle banden behalve de linker achterband zijn eraan. En ik verlies hier gewoon tijd. Wat niet de bedoeling is. Dus ik denk dat we gewoon naar binnen gaan voor een setje Prime. Oh, wel weer bijna de auto kwijt. En Vitaly Petrov duikt mee. Dan is de vraag. Komen wij voor of achter de Rus vandaan? Kobayashi gaat door. Button gaat door. Of die is al naar binnen gedoken. Waar komen wij terecht? Voor of achter Vitaly Petrov? Ik hoop er toch echt voor. Maar dat weet je niet. Kom op team. Goeie pitstop. Nee, geen goede pitstop. We remden helaas niet. En Petrov is er al voorbij. Shit. Kom op. 8,9. Dat kon veel sneller. We zijn achter Petrov en Schumacher volgens mij. Nee, De La Rosa is dat. De La Rosa geraakt met nog 15 ronden te gaan in de wedstrijd. En P19, het ziet er niet zo goed uit voor ons. En nu moeten we onszelf gewoon terug zien te knokken naar een puntenfinish. Maar ik ben bang dat het helaas niet gaat gebeuren. Dat we helaas op een P16 eindigen. Maar je weet het maar nooit. Het kan ook zomaar zijn dat we wel punten pakken. Dus we moeten gewoon onze kopje erbij houden. Ronde nummer 16, nog 10 ronden te gaan. En ik zie daar voor mij een groepje rijders rijden. Onder andere De La Rosa zit daarin. Volgens mij is dat Shandok.
We zijn de auto daar weer bijna kwijt, maar mooi gered dus. Ik denk ook een Williams, maar dat weet ik niet zeker. Ronde nummer 17 inmiddels en zijn een paar jongens naar binnen gedoken. En wie is dat voor mij? Alguersuari duikt weer de baan op. En Liuzzi zit wel te kijken. Vitantonio Liuzzi in zijn Force India. Ja. P16 dus op dit moment. Het ziet er niet zo vrolijk uit voor ons. Maar hopelijk kunnen wij in Monaco weer terugknokken. Je kan me ook volgen op Instagram. Link staat in de beschrijving. Ook op Facebook en Twitter staat allemaal in de beschrijving. Mijn gebruikersnaam dus. Oh, het is daar geel. Michael Schumacher is gespind in de laatste sectie van de baan. Een gratis positie dus. Maar het helpt niet echt. P15 dus. Trouwens, ben je hier opnieuw op dit kanaal en wil je meer afleveringen van F1 2010 The Career Machine? Druk dan op de abonneeknop. Het is helemaal gratis. En schakel ook gelijk het belletje aan, zodat je geen enkele video meer van mij mist. Zo ben je altijd op de hoogte. En ken je iemand die Formule 1 leuk vindt, die race games leuk vindt? Graag bezoeken dan om die persoon naar mijn kanaal toe te komen. Even een kijkje te nemen en te abonneren als je nieuw bent. Daar zit inmiddels bij Karun Sandok. We keken daar wel, maar de Indiër, volgens mij is dat een Indiër, verdedigde hard maar ver. Achter ons rijdt Ghami. Ik weet niet of ik dat goed uitzeg. Ghami, Jamie, Alguersuari. Verbeter me alsjeblieft als ik zijn naam niet goed uitspreek. Het is een Spanjaard, dus ik heb er wat moeite mee. Ja, P15 dus. Nog 7 ronden te gaan en dan zit deze wedstrijd er alweer op. Helaas een wat mindere dag voor ons, maar daar kunnen wij niks aan doen. Terwijl Sandok hier wat langzaam rijdt. Heeft hij een probleem? Het is geel. Het is daar geel, het is nu weer groen. Wow, Karun Sandok, wat doe je? Wat doe je? Ga aan de kant. Ja, dan krijg je dit. Dan krijg je dit. En dan hebben wij een positie ruig veroverd van Karun Sandok. Buemi rijdt ineens achter Karun Sandok. Volgens mij is Ghami Alguersuari gespind. Dat weet ik zo niet zeker. De laatste ronde loopt inmiddels. En we moeten nu gewoon druk zien te weten doorstaan van Sebastian Buemi in zijn Toro Rosso. Mark Webber wint de wedstrijd. Hij neemt volgens mij ook de leiding over in het WK. Dus we moeten er tegenaan in Monaco. We moeten er gewoon vol tegenaan, want anders kunnen wij dit WK wel uit ons hoofd schrijven. En dat is niet de bedoeling. Ook verliezen wij punten in de constructeurskampioenschap. Dus Monaco moet echt beter gaan. Ik denk gewoon dat alle races gewoon beter moeten gaan, want de AI verbetert zich hier enorm. En dan ziet het er weer goed voor ons uit. Nu ziet het er niet goed voor ons uit. We maken ook nog een kleine fout. We schieten daar zelfs door. En dat kan misschien betekenen dat Sebastian Buemi weer druk naar ons kan toezetten. Maar ik denk dat hij net tekort komt op start-finish. Een tiende sneller in sector 2. Ja. Kan altijd, hè. Kan altijd. En dan is er zometeen de laatste bochten nog ingaan. En dan over start-finish en dan zit deze wedstrijd er gelukkig op. Want dit was een dramatisch weekend. Geen pole gepakt. Gespind. Ik kwam ongelukkig uit in de eerste ronde. Daardoor verloor ik heel veel tijd. En moeten we helaas teleurstellen met deze plek. Mijn team is overigens wel blij, maar ik helaas niet. Jammer. Ontzettend jammer, want we konden gewoon vele malen beter scoren. Mark Webber wint de wedstrijd. Hamilton als tweede, Vettel derde, Kubica vierde, Massa vijfde, Alonso zesde enzovoort, noem maar op. We wouden wel de leiding in het coureurskampioenschap. Mooi. Maar het is close. 11 punten verschil met Mark Webber. Dus ik denk dat daar de titelstrijd mee gaat beginnen. En we verliezen heel veel punten bij de constructeurs. P4 met 85 punten. Nu is ons doel om Ferrari voorbij te streven. Dan naar McLaren. En dan door naar Red Bull Racing. En dan gaan we gewoon door naar de paddock.
En dan gaan we kijken wat dat dus gaat opleveren. Of we nog iets te horen krijgen. Objective wel gehaald. Mooi. De race objective ook gehaald. Oké, dat is wel fijn. Maar ik had liever gewoon punten weten te pakken. En de reputatie is wel gestegen naar een level 11, zie ik. Mooi, ja. Ik heb er niet zoveel aan. Maar ja, beter iets dan niets. Geen interviews. Nou, dit was dus de video, mensen. Ik hoop dat jullie genoten hebben. Als je genoten hebt, beloont het met een like. Ben je nieuw op mijn kanaal en wil je meer afleveringen zien van F1 2010 Career Mode en binnenkort ook F1 2020 Career Mode? Ram nog een abonneerknop en schakel ook een lekker belletje op alles aan, zodat je er enkele video van mist. Reageer wat de week aan dat moet worden. Beloond vooral met een like. Vooral doen. En als je de video tof vond, zet dan even in de comments. Ik heb genoten van de video. Tof content. Abonneer als je nieuw bent. Graag naar de 100 abonnees. Dat is ons volgende doel, want we hebben de 70 abonnees gehad. Super tof. Volg me ook even op Facebook, Instagram en Twitter. Link staat in de beschrijving. Niet mijn links, maar de gebruikersnaam staat in de beschrijving. En ook in mijn banner. En ja, dit was dus de video, mensen. Tot de volgende keer bij F1 2010. Tot ziens.